10 geworden bij Hot Top Radio. DVG, 1 uur lang in de mix. En die gaat nu even toelichten wat er zo net gedraaid is. Wel, voor en na de reclame, Joyce Mooney's featuring Bam, Back in the Days of het label Exploded, heeft niks te maken met Wesba. Maar wel ja, met Joyce Mooney's, die de sample van... Laat me even denken, ik ben het even kwijt. Ja. Gevolgd door wat we nu horen, DJ Jochen en Bogarde met Ma Beauté du Dégoût van op het label Night & Day Music. En laat het nu zeer toevallig zijn dat DJ Jochen naast mij zit. Ja, hij was hier juist in de buurt, dus hij dacht bij zichzelf, ik ga even binnenlopen, want even mijn plaat draaien. Hè. Jochen, goedenavond. Goedenavond, Hans. Hoe gaat het ermee? Zeer goed. En ook op producersvlak uiteraard, we hebben net jouw nieuwe plaat gehoord. Ze ligt nog niet in de winkel, nog niet digitaal verkrijgbaar. Wanneer wel? Dat zal op 13 mei zijn op Beatport. De eerste twee weken zal dat exclusief zijn. En daarna zal dat op iTunes en alle andere verkoopsites aangeboden worden. Ja, je hebt daarvoor samengewerkt met Bogarde. Wie is dat precies? Bogarde is eigenlijk... Gauthier Bogart is eigenlijk mijn partner in crime wat betreft produceren. En samen hebben wij ja, 2 à 3 nummers gemaakt, waarvan er ja, 2 op het label Ibiza Night & Day Music zal uitkomen. Uit Italië. Dat is inderdaad een label uit Treviso. En die eigenlijk goed verbonden is met de Ibiza scene. Ja, in Ibiza natuurlijk. Oké, okay, ben je nog met andere projecten bezig momenteel? Ja, ik ben absoluut nog bezig met andere muziek te maken. Maar voorlopig is daar nog niet echt iets concreet uitgekomen. Er komt zeker meer over terug nog. Hij houdt ons op de hoogte. Absoluut. Oké. Okay. Je bent hier natuurlijk ook voor de party van aanstaande vrijdag waar je gaat draaien. Medusa in Balmoral. Je hebt de bezieler meegebracht hier in de studio. En als niemand minder dan een oud-gekende, Coco Labouche. Goedenavond. Goedenavond, Han. Hoe gaat het ermee? Alles oké. Okay. Nog steeds in het nachtleven zo te horen? Nog steeds. We blijven meegaan. Ja, je kan er maar niet genoeg van krijgen. Absoluut. Niet pleeg. Oké. Okay. Het concept Medusa, waarvoor staat dat eigenlijk? Ja, Medusa is dus een partyconcept dat enkele malen per jaar special parties organiseert. De bedoeling is altijd een goede mix van kwaliteitsmuziek te brengen voor open-minded party people. Ja, je bent er al een aantal jaar mee bezig, hè? Ja, Medusa is nu 4 jaar bezig. Dus resident DJ's zijn Michael Forza, Jochen en Sietse. Daarnaast worden ook steeds guest DJ's geboekt, waaronder sommigen op regelmatige basis. De meest grote guest DJ dat we ooit hadden was Shlomi Aber uit Israël, die bekend is van het label BS1. Die is in 2011 in Medusa te gast geweest. Ja, jullie vaste stek is eigenlijk in Avelhem de locatie, maar jullie gaan vanaf nu on tour. Ja, dus de homebase is in Avelhem, dat is sinds 2010. En dit jaar zijn we ook bezig met een aantal on-tour parties te organiseren. Zo gaan we volgende week naar Balmoral. En dan gaan we ook later op het jaar terug naar Ettevilla in Muskel. Ja, wat mogen we verwachten aanstaande vrijdag in Balmoral in Gembrugge voor Medusa on Tour? Ja, Balmoral is een van de grote iconen uit het Belgische clubleven. Dus het is voor ons een enorm grote eer om daar te gast te zijn. Medusa heeft ook een ruime achterban in de regio van Gent. En we staan altijd voor kwaliteitsfeestjes, dus het zal zeker een hoogstaande en niet te missen avond worden. Ja, wie staat er achter de draaitafels aanstaande vrijdag? Ja, de line-up is dus typisch Medusa. De resident DJ's van dienst zijn Michael Forza, Jochen en Sietse. Aangevuld met toch wel bekende DJ's voor ons concept zijn de Sjoerd, Jackie en Manje. Ja, het zal daar vonken geven achter de draaitafels. Zeker weten. Oké. Zijn er nog andere upcoming events die op het programma staan? Jawel, Hans. Binnen 4 weken gaan we 4 jaar Medusa vieren in onze woonbasis in Avelhem. Zeker ook niet te missen. Dus, en dan deze zomer gaan we naar het festival Neverending. Dat zal de eerste zaterdag van augustus plaatsvinden. Daar gaan we de mainstage hosten.
En dan op zaterdag 6 september zijn we te gast in Etten Villa. Nog een andere legendarische club. Inderdaad. Oké. Okay. Joch, ik ga er jou ook nog eens bij betrekken, want je zit hier zo te kijken naar iedereen. We gaan ook iets weggeven voor die party aanstaande vrijdag. Ja, inderdaad. We gaan 5 tickets weggeven voor de Balmoral Presents Medusa. Ja, dat zijn eigenlijk 5 gratis kaarten voor, voor ons spetterend feest. Niet te missen, aanstaande vrijdag. Wat moet jij daarvoor doen als je die tickets wil bemachtigen? Ofwel sms'en 3125, ik herhaal 3125. Je begint jouw sms'je met Balmoral, gevolgd door naam en adres, 3125. Of je stuurt jouw gegevens door naar hans@topradio.be. Heren, alvast bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Veel succes. Graag gedaan, Hans. Bedankt. En we keren nu nog eventjes terug naar David. Toch nog even toelichten wat er speelt op de achtergrond. So daarnet Furcoat, There's No Time van op het label Hot Creations. Gevolgd door Quartero met Abandonado van op het label Desolate. Nou, heb ik het afgelopen uur ook al een track uitgedraaid. Ja, en zo dadelijk de nieuwe Michael Folza. Pandora's Box van op het label 100% Pure. Ja, die kon hier helaas niet aanwezig zijn vanavond. Nee, maar we eren hem toch met een zijn plaat. Oké, 1 uur lang DVG in de mix tot 10 uur vanavond hier in.